Maar check mijn hoofd, man. Ik ben gewoon echt verbrand. Van het dagje Antwerpen. Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik ben hier met meester Matita. En we gaan naar... Antwerpen, ja. Het is een mooie dag, het is mooi weer. Dus het belooft alleen maar heel mooi te worden. Dus goed dat je kijkt. En vandaag gaan meester Jazin en meester Matita en nog meer meester en juffen en heel veel leerlingen naar Antwerpen. Dus blijf hangen, blijf checken en het wordt gezellig. Ja, alles blijft hangen. Het is een stuk dadelijk. Iedereen in... We moeten even focussen. We moeten focussen, man. Wat is er voor camera? Squash it. It's true. Laat zien. Die zijn nu in Artis. Twee jongens zijn hun ID vergeten. Ze hebben een rijbewijs meegenomen, nu gaan ze naar Artis. Lomp. Hey, hey. Ze hebben goed naar Artis net gedaan. Dus wat er gaande was, die jongens zijn nu in de Artis. Marco en Brian, omdat ze dus niet mee konden, omdat ze hun ID... Ja, maar kill, Marco neemt een OV mee in plaats van zijn ID. Hij heeft een fucking OV-chipkaart meegenomen in plaats van zijn ID. En de rest heeft een rijbewijs meegenomen in plaats van een ID, dus dat kan niet. Nee. Wat is er? Hey, meester, die moeten allemaal... Nee, ik stop het. Dit noemt zich een goede vlog, of is een powerbank of zo? Hey, de baas, de koning. We zijn in Antwerpen aangekomen, het is lekker weer. Verhoofd is er ook. Het is nog niet in beeld geweest. Maar het is lekker weer. Het belooft een mooie dag te worden. Tenminste, het belooft, het wordt een mooie dag. Baby, moet ik iemand vragen een foto te maken? Oké, we gaan even nu met de groep naar binnen. We gaan even wat eten. Het schijnt een grot te zijn, tenminste. Dat het is ondergronds waar we gaan eten, dus kom mee. Sorry, man. Het is wel eng hier. Waarom is het eng? We zijn in een restaurant ingelopen. We gaan wat eten. Ja, ja, het is mooi toch? Ik hoef niet meer te doen. Mensen zijn van. Het is donker, je ziet niet. We zijn in een restaurant. Restaurant, akka groot bedoel je. Dit lijkt ook bij je heksen en zo, toch? Ik zei het toch? Wat? Bro, lekker op de heksengrot. Ja, we gaan eten in een heksengrot. Maar het ziet er mooi uit, toch? Ja, dat is dit eten. Hoezo, het ziet er gewoon mooi uit. Zoek lekker een plekje. Kom, girls. Yo. Eet staat er dan. Het is classy hoor. Toch? Hoezo? Mag ik wel niet? Hoezo? Ik kan niet wel wat zeggen. Marissa, zeg wat. Gooi iets. Doe iets. Oh, dat was het. Oké, we hebben net gegeten. Hey dames! Hier achter staan nog wat jongens. Dames! Hey boys, jullie kunnen de stad in, hè, als je wil. Alle tweede kanten kan het. Zij gaan nu even zelf lopen en ik ga even koffie drinken. Dus even chillen. Is het zo makker dan? Jij bent zo makker. We zijn ondertussen in Antwerpen. En ik heb even een momentje voor mezelf gepakt. Omdat als ik in België ben,
wil ik gewoon een wafel proeven. En die kist die zijn nu aan het lopen. De collega's die gingen even wat drinken. Ik dacht, ik pak een wafel, man. Een soort van guilty pleasure. Ik heb gewoon via TripAdvisor opgezocht van, hey, waar heb je goede wafel? Heel fout. Nu zit ik hier gewoon van, ik ga deze even chappen, man. En we zijn nog steeds in Antwerpen. Maar we zijn wel bijna aan het einde, man. Alle kids komen zo'n beetje terug. Achter mij, daar. Zie je het centrum van Antwerpen. We hebben eigenlijk, als je het kort samengevat hebt gezien, tenminste. We zijn hier naartoe gekomen, we hebben samen een wandeling gemaakt door de stad. De kids hebben even zelf gelopen. We hebben nog een middeleeuwse lunch gehad in die kelder, die grot zeg maar, waar iedereen ging schreeuwen en zo. En nu gaan we terug, maar we gaan ze even allemaal opwachten bij de bus. Ik hoop dat ze op tijd zijn. Ik zal de bus nog wel even filmen, oftewel alle mensen die slapen ga ik filmen. Hi, was het leuk? Ja. Dit is Jasmijn. Jasmijn en ik hebben altijd één foto per jaar. Nee, per evenement. Eén, ja. Per gebeurtenis. Altijd als we ergens zijn of we doen iets, maken wij één foto samen. You make lemonade. Dit is onze foto nu. Kan niet zien. Nee, volgens mij zie je het niet. Check Instagram. Wie, hoe heet je? Ja, hoe lekker makkelijk. Hoe heet je op Instagram? It's met een Z. En dan mijn naam en dan een X erachter. Ja, en dan zie je altijd foto van ons twee. Anders moet je bij hem zoeken. Ja, anders bij mij. It's Jasmin met een X, toch? Ja. Was het leuk in de stad? Ja. Oké, mooi zo. We staan even te wachten bij de bus. En de meeste kids komen nu aanlopen. Of zijn daar. Zeker zo'n soort van gewoon normaal brood. Maar dan ga je naar Antwerpen en dan haal je broodje dinner. Ja, toch? Hier, deze. Turks eten. Maar je bent geen Turk, toch? Nee, man, maar het is wel lekker. Je voelt je Turks, toch? Ja, nice. Kan ook naar Antwerpen gaan om gewoon broodje dinner te eten. Kan ook, man. Als ik ergens op vakantie ben, eet ik altijd wel één keertje. Dunner, ja, klopt. Klopt. Of shawarma, maar meestal dunner, ja. Dus ja. Over. Hey! Hey! Doe mijn ziek uit, jongen! Zit te vloggen, man! Je bent geen ene fok! God damn, ja. Dus wat we overdag deden, ja, we konden gewoon door de stad lopen, ik kon gewoon shoppen. En ouder dan 16 ben. Dan mag je legaal tappen. Yo, 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 yo. Dat is er niet op, toch? Nee. Echt, die kennen jullie. Wacht, hallo, jullie zijn bij nu. Was het leuk? Ja, dat was leuk. Oh. Ja, dat was super leuk. We zijn aan het voorgaan, ja. Wacht, je moet wakker worden. Oh, wauw. Je ziet ons niet meer. Jullie waren echt. Dus ja. Ja. Maar toen net kwam er wit licht, toen was ik helemaal weg. Zie je? Ja, zie je elkaar. Maar het was leuk? Ja, het was leuk. Het was lekker warm. Of steeds eigenlijk. Nee, zij hebben gewoon bijna drie maanden vakantie. Ja, ja, dat was het. En dan wat gaan jullie doen? Werken. Werken? Werken. Waar? Maar... Ik werk bij Hema. Hey, shout out naar Hema. Ja, hey. En jij? Zeg. Shout out naar die winkel. Oké, meisje. Oh, kijk, nu zien we het ook. Ja, zijn we. Ryan Little. Ik dacht ineens van, ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Maar check mijn hoofd, man. Ik ben gewoon echt verbrand. Van het dagje Antwerpen. Anyway, misschien wordt het nog mooi bruin. Ik ben nu gewoon echt rood. Goed, man. Ik heb even eten gehaald net. Ik ben laat thuis. Maar het was gezellig. Antwerpen was top. Ik ga al jullie vierdejaars missen. Maar ik ga jullie zeker nog zien op school. Tof dat jij keek. Vergeet je duimpje even niet. Als je wil abonneren, doe dat. Dan check je meer van Meester Yasin. Ik ben trouwens genomineerd voor leraar van het jaar. Maar daar kom ik later even op terug. Maar gewoon goed nieuws, man. Ik werd gebeld in de bus naar Antwerpen. Ik ben moe, man. Ik ga lekker stoppen met vlog.
En ik zie je weer snel. Oké, meester Jacin, goedenavond. Ciao allemaal. Pa.